zijn al druk aan de gang. Dit is gewoon onvoorstelbaar. Dit ga ik jullie niet nadoen. Mannen, jullie zijn van hier. Yes, hallo. Hallo, Frans. Hi, Frans Busker. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, het is super mooi om weer de beste locatie van Nederland te hebben. Zowel in- en outdoor. Deze locatie run ik. De kant van de survival en de kant van de sportschool run mijn moeder. Het is gewoon een familiebedrijf eigenlijk. Jij doet zelf ook wel mee aan obstakelruns, stop. Ja, ik loop met de top van Nederland mee. Ik ben in 2016 ook Europees kampioen geworden. En ik loop elke jaar het WK. Dus dat gaat aardig goed. Hoe vaak doe je dat dan? Zo in de week bijvoorbeeld? Elke week wel een keer? Nou, één keer in de 3 weken een wedstrijd of één keer in de 2 weken. Soms wel 2 keer per maand. Dus ja. Dat is best veel toch? Ja, dat is enorm veel. Ja. Ja, maar waarom? Wat in jou zegt, oh, dat is gaaf man, dat moet ik gewoon doen. Ja, ik vind eigenlijk alles in deze sport is gaaf. Je leert jezelf enorm kennen. Je komt in de wedstrijd kom je jezelf tegen. Want het is gewoon fysiek en mentaal heel erg zwaar. Dus starten met ons rechterbeen starten we voor. Juist. Gaan we hangen aan de touw met gestrekte armen. Juist. Het enige wat we nou gaan doen is knieën omhoog, recht of linkerbeen eronder door. En je maakt het klemmetje. Oké. Okay. Ja? Ja. Let's go. Oké, let's go. Daar gaan we. Hou jij deze vast? Ja. Rechterbeen voor. Ja. En dan die andere erover. Onder door. Oh, andersom. Dus? Ja. Met je rechterbeen om. Zo ja. Zoiets hè? Ja. Yes. Hoe zorg je dan dat je gewoon altijd fit blijft, ook mentaal gezien? Want het is toch, ik bedoel, je hebt kracht, maar je hebt ook uiteindelijk je doorzettingsvermogen. Ja, je moet eigenlijk het complete plaatje moet eigenlijk in orde zijn. Je moet hard kunnen lopen, je moet sterk kunnen zijn. En vooral de techniek is heel erg belangrijk. En je zit dan in Staphorst, maar de mensen die komen ook voornamelijk uit Staphorst en omstreek? Of waar komen ze vandaan? Ja, dus eigenlijk komen ze van heel Nederland. Ik heb wel mensen uit Utrecht, uit Leeuwarden, uit Apeldoorn, uit Zwolle, Ravenen, Nieuw-Leuzen, overal. Deze locatie is bedoeld om mensen te laten klimmen, klauteren, indoor, outdoor. En dan ben ik natuurlijk wel benieuwd hoe dat is. Ik ben wel een beetje een klauteraar, maar ik wacht niet al te veel. Maar zullen we dat eens proberen? Ja, we gaan het even proberen. Nou, dat buikschuiven was niet helemaal wat voor mij. Ik dacht, dat doe ik wel even, zoals vroeger. Maar ik laat het voorlopig nog maar even gewoon bij schommelen. Waar zit nog een uitdaging voor jou? Een uitdaging? Ja, overal zit een uitdaging. Of ben je al zover dat je gewoon niet meer hoeft te oefenen? Ja, ik oefen elke dag. Ik geef iedere avond trainingen. En daarom train je zelf ook gewoon altijd mee. Ja. Dus dat houdt je ook fit. Ik vind het heel moeilijk. Kan ik? Ik ben... Oh, ik ga eraf. Ja. Goed. Nou, dat is uw verslaggever vanaf de Fitty Gym.